Ze is net terug uit Cambodja om daar voor UNICEF verschillende projecten tegen kinderarbeid te bezoeken. Joke Roelfsema uit Groningen. Al jaren is ze vrijwilliger voor de kinderrechtenorganisatie UNICEF en geeft ze lezingen over de projecten waar ze nu zelf een kijkje mocht gaan nemen. Goedenavond. Goedenavond. Wat heeft u nou precies gedaan daar in Cambodja? Nou, eigenlijk wat u zegt. We hebben gekeken naar projecten die UNICEF ondersteunt en met name gericht tegen de kinderarbeid. En waarom mocht u daar naartoe? Ook omdat ik al een aantal jaren lezingen geef en eigenlijk vertel wat mij verteld wordt door veldwerkers. En nu het zelf eens even kon ervaren en zien wat er werkelijk gebeurt. Ja. U had zelf een camera mee, er was ook een cameraman mee, daar zijn beelden van gemaakt. Wat gaan we zien in eerste instantie? Ja, ik heb inderdaad zelf een paar beelden gemaakt, maar de meeste beelden, oh daar zijn ze, zijn door cameraman Harm Lut gemaakt. Dit is op de vuilnisbelt bij Siem Reap. Daar wonen en werken mensen? Ja, wonen en werken mensen, families met kinderen. Ongelooflijk lucht zijn. Ja, dit is echt ongelooflijk. Ondraaglijke stank. Kijk, je ziet mensen ook met sjaals voor. Hier zie je een vrachtwagen aankomen. Mensen renden er naartoe om te kijken wat er weer voor nieuwe materiaal wordt gevallen. En wat is dit? Nou, dit is een hele positieve situatie. Dit zijn kinderen die eigenlijk van de straat gehaald zijn. Ze komen uit Thailand. Ze worden hier weer teruggehaald. Het zijn kinderen die verhandeld zijn. De projecten waar zij nu op school zitten, die kleuren ze zelf in, om het letterlijk te zeggen. Deze school wordt ook door hun... Die kinderen worden uit Thailand dus verkocht naar Cambodja? Nee, niet verkocht. Dit zijn kinderen uit Cambodja. Ja. Die zijn door handelaren naar Thailand gebracht. Die worden door politie opgepakt. Ook oudere kinderen die je hier ziet. En die worden weer omgeschoold en in praktijkopleiding. Bijvoorbeeld leren naaien. Je kunt automonteur, kappers, beauty salons. En dit zijn projecten die door UNICEF ondersteund worden? Die worden ondersteund door UNICEF. Het kan zijn financieel, het kan zijn technisch. Ja. Deze boeddhistische monniken ondersteunen families die met HIV en AIDS te maken hebben. Kinderen die ouders zijn verloren of ouders die ernstig ziek zijn. Die krijgen dus van deze boeddhistische monniken steun, zowel financieel. Maar deze monniken die worden ook weer gesteund door UNICEF door middel van trainingen bijvoorbeeld. Ja. Hoe begeleid je die kinderen? Is dat echt een heel groot probleem daar, die kinderarbeid? Ja, kinderarbeid is echt een heel groot probleem. Het wordt wel steeds beter. Juist door deze goede projecten is me opgevallen dat veel kinderen de kans krijgen om een betere toekomst op te bouwen. Hoe oud of jong zijn die kinderen dan als ze moeten werken? Nou, vanaf nul gaan ze al mee. Dan staan ze al op de vuilnisbelt. Daar is nu een dagcentrum voor gekomen waar ze kunnen blijven. Maar voorheen lagen ze daar gewoon in de tent. En ja, tot 18 jaar, tot zolang zo'n kind een kind is. Ja. Voelt het niet heel ongemakkelijk om vanuit het comfortabele Groningen daar dan rond te lopen? Ja, voelt echt ongemakkelijk. Het voelt ongemakkelijk op die vuilnisbelt. Het voelt wel heel prettig om daarna te zien dat er mogelijkheden zijn. Dat je denkt, zo, dit is toch heel goed dat we hier zijn en werkelijk meemaken. Maar uiteindelijk misschien ook maar een druppel op een groeiende plaat? Dat idee heb ik niet. Dat is wel grappig, want de laatste project waar ik geweest ben, die heette een druppel water, juist daarom. Ja. Maar als je ziet dat is hoeveel kinderen daar toch uitkomen, denk ik, het gaat natuurlijk om de toekomst. Ieder kind is er één en het gaat steeds verder. Hè. Ze moeten uit die vicieuze cirkel komen. Ja. Daar werkt u al jarenlang voor UNICEF, met lezingen onder andere. Ja. Deze reis, heeft dat nou uw lezingen voor de toekomst veranderd? Ja, absoluut. Want ik ga nu natuurlijk uit mijn eigen ervaring vertellen. Hè. Ik hoop nu ook in het komend seizoen veel lezingen aan te vullen met films en foto's vanuit Cambodja. Indrukwekkende reis dit. Indrukwekkende reis en iedereen die geïnteresseerd is, die mag via unicef.nl of via RTV Noord mij natuurlijk uitnodigen. Ik wil graag langskomen. Dank voor de komst. Bedankt hoor.